zo, Frederik. Dus ja. Ja, dit is dan eigenlijk de sticker. Ja, dat klopt. Hij bestaat uit een aantal onderdelen. Eerst heb je de kern die wij 3D printen. Vervolgens de siliconen huid eromheen die wij zelf gieten. En als laatste de chip zelf die wij in Europa laten produceren, ons ontwerp. Wat kun je nou eigenlijk precies uitlezen hiermee? Nou, de sticker meet 5 dingen. Hij meet beweging, richting, vibratie, temperatuur en elektriciteit. Kun je een voorbeeld geven van een soort testcase waarbij je dit in de praktijk hebt gebracht? Wij kijken nu naar een project waarin we een banaan die tijdens transport in een vrachtauto te warm kan worden, te veel trilt, de doos wordt heen en weer geschud. En vervolgens, als die doos dan aankomt, dan is die banaan beurs geworden en dan kun je hem weggooien. Nou, dat wil je voorkomen. Dus je kan het overal opplakken? Normaal plakken we het op complexe machines in een fabriek. Maar het zou op een simpele machine zoals een koffiezetapparaat kunnen. Nou, laten we het op een koffiezetapparaat plakken. Leuk. Dus hier zouden we het op kunnen plakken? Dat klopt. Je hoeft alleen maar het tape eraf te halen, sticker erop te plakken. En vervolgens kun je zien of er koffie gezet wordt. Dus als ik nu een kopje koffie pak, dan zien wij dus dat jij informatie krijgt. En op het moment dat de koffie gezet wordt, dan zie je hem ofwel dalen ofwel stijgen, omdat er iets verandert in de data. En wat vertelt deze informatie mij? Nou, als jij nu gaat kijken naar hoeveel kopjes koffie gaat de machine kapot, kun je gaan anticiperen, oké, zoveel kopjes zijn er nu gezet. Na zoveel kopjes zal die straks kapot gaan. Voor die tijd moeten we onderhoud doen.